Hallo mensen, Mega Jannemannetje hier. Leuk dat je kijkt naar Minecraft mee met Mega Jannemannetje. Als je kunt zien, staat mijn auto, dus die moeten we maar eens even gaan bekijken. Willem heeft, ik heb een auto gekocht bij Willem. Dus we moeten even zien wat hij daarvoor wil hebben. Even kijken, deze kant op. Oh, daar heeft hij snel van. Het is een mooie Land Rover. Ziet er cool uit. Cool man. Of niet dan? Hij is echt leuk. Kentekenplaatje erop. En hij past precies op mijn overrijlaan. Ja, ik ben hier zeer tevreden over. Zo, nou ik ga die auto even bekijken van Willem. Ik heb hem ondertussen ook al aangepast. De nummerborden staan erop, MJ01. Mijn eerste auto. En aan deze kant ook, MJ01. Nou, dit is gewoon een leuke auto. Dat heeft die jongen goed gedaan. Ik ben hier erg blij mee. Zo, nog wat string erbij. En dan gaan we direct door naar ons volgend project. En dat is hier. Hier beneden. Moet ik zeggen. Maar er is nog niks. Ja, een gat. En een bed. Ik heb dit allemaal uitgehakt trouwens. Dat was best veel werk. Maar ook wel weer leuk om te doen. Even zien hoor. Ik heb hier een tunnel. Deze. Dit is mijn geheime tunnel naar... Nou, daar is een deurtje. Zo geheim is die niet. Ik kan iedereen zien. Maar dit is mijn ondergrondse tunnel naar mijn huis. Vanaf het station, zeg maar. Dus die zit daarachter. En we gaan een lift maken. Ik heb alleen nog geen sticky pistons. Die haal ik even op. En misschien nog wat andere dingen. Even kijken of ik nog meer nodig ben. Ik heb denk ik alles verder wel. Alleen geen sticky pistons. Waar heb ik die gelaten? Nou, die zoek ik even op. Oh. Even te snel. Kom ik zo bij je terug. Zo. Nou, ik ben er weer. Allereerst pak je een sticky piston en die sla je twee diep. 1, 2 diep. Hup, daar zet je een dingetje op. Vervolgens leg je vlak daarvoor die sticky piston een beetje redstone. Daar leg je een blok bovenop. En op dat blok leg je een... Nou, dat was niet slim van mij. Die moet natuurlijk weer weg. Dat moet obsidian zijn. Net als die en die en die. Dan leg je op deze, een blok, gaat die op en neer. Hartstikke cool. Vervolgens gooi je wat spul. Troep, wat afleidt, dat gooi je even hierin. Dit heb ik nog wel nodig. Deze denk ik niet. En die kan ook wel even aan de kant. Zo. Dat is klaar. Dus als je deze hebt gelegd. Dan ga je naar de zijkant. Twee blokken. Zo, dat zijn er drie. En dan leg je daarboven. Zo één. Ja, even kijken. 1, 2, 3. Daarbovenop doe je deze. En daar doe je weer een tripwire hook. Daar. Zo, dit haal je even weg. Dat is wel zo netjes. Dan pak je wat dirt en dat leg je gewoon hier even tegenaan. En dan doe je nog één en dan moet op deze plek zo'n steen komen. Dan pak je een andere tripwire hook. Leg je daar tegenaan in de string. Dan stop je hier zo tussen. Klik. Hartstikke goed. Ja, volgens mij is dit goed zo. Als je dat gedaan hebt... Dan kan je het beste jezelf een beetje omhoog bouwen. En zo. Daar een blok.
daar een blok. Zo. Hier redstone. Hier een repeater op 4. En dan daar weer redstone. Dan ga je 2 naar beneden, druk je zo'n ding op. Nee, dat klopt niet wat ik hier doe. 1 naar beneden, die moet daar. Pak je een repeater, zet die erop en dan moet die op 3. Zo. Ja. En dan moet daar weer een blok op. En hier moet ook een blok. Zo. Hier leg je redstone op. En hier een repeater. En daar doe je verder niks mee. Dan is dit al klaar. Ja. Dan ben je alweer klaar. Klopt dit? Ik denk wel dat dit klopt. Dan pak je je... ja, je obsidian. Die moet op dezelfde plek als die, dus dat is... hier één. Even kijken. Hier moet 1. Hier moet dirt. En daar moet 1. Dirt weer weg. Zo. Klik, klik. Nou, klik, klik is goed. Dan pak je nog een blok. Leg je daar tegenaan. Piston moet daar tegenaan in. Zo recht omhoog. Ploep. En dan leg je die daar neer. En volgens mij ben je nou klaar met de lift. Ik laat me even vallen. En dan word ik aan de kant geduwd. Dat klopt wel. Dan ga ik even precies een beetje proberen goed te staan. Kijk. Dan heb ik dus al een lift. Dit is hartstikke cool wat mij betreft. Gaan we een stukje omhoog. Zo. Dan kijk ik even waar de pistons zitten. Die zijn daar. Die moeten dus weer net zo. 1. 2. 1. 2. 3. En dat nummertje 4 moet deze. En dat is daar. 3. Zo, aan de andere kant ook. Nou, volgens mij is dat precies dezelfde hoogte. Maar om dat zeker te weten, kunnen we dat nog even weer zo doen. Kijk, zie je. Dat loopt dus niet helemaal goed. Is niet erg. Niet erg, nee. Zo, die moet eruit. En die moet er in ieder geval uit. En dan moet die er ook uit. Daar een dingetje in. Die daar. Die daar. Pap ons even omhoog. 4. Even kijken welke kant die op gaat. Ja, dat is die kant op. Dus dat doe je ook zo. Ploep. Die daar. Redstone. Repeater. Een blok. Daar moet redstone op. Zo, daar een blok. Hier. Repeater op met 3. 3. Dan moet daar weer een... oh. Moet hier een blok tegenaan. Zo. En daar moet 1. Zo. Hier redstone op. Hier een repeater op. Als dat goed is, werkt dat nu. Dan pak je je obsidian weer. En die leg je op dezelfde plekken neer als daar beneden. Dus, weet ik het zeker? Ja, hier 1 tegenaan. Zo. Ik hoop dat ik dit goed doe, want obsidian, dat is allemaal zo naar als dat niet goed is. Pak ik deze nog even. Zo. Hier een obsidian tegenaan. En dat moet ook aan deze kant. Nou, die kan gewoon daar al.
Klik. Zo. Dan moet daar weer een blok. Daar. Nee, daar niet. Klik net volgens mij ook. Daar. Pak je sticky piston. Leg je daar weer tegenaan. En deze, die moet dus al omhoog. Slijmblokje erop. Hier gaat weer een verdieping omhoog. Dan kom ik al aardig in de buurt. Misschien moet ik nog één maken, maar dat zullen we dan zo zien. Even testen. Nou, dat werkt perfect. Zoals je kunt zien. Oeps, dat is wat hard. Maar voor de rest werkt hij perfect. Nou, dan doen we het nog een keer. 3 hoog. 1, 2, 3. Ik blijf het lastig vinden. Weet ik nou, moet het nou... 1, 2, 3. Ja, daar moet 1 op, hè. Ik ga het toch even weer testen, hoor. Dus je begrijpt dat ik dit ook nog allemaal dicht moet maken straks. 1, 2, 3 hoog en dan op de vierde moet hij. Heb ik toch goed. Ik ben vandaag niet zo scherp en het is ook al laat. Maar ik wil een filmpje af hebben, anders ben ik weer zo laat. Word hier weer ongerust of er nog wel een Minecraft filmpje komt. Komt er nog een Minecraft filmpje? Ja, die komt. Ik ben er nu mee bezig. Dit is hem. Een slime block lift. Ik hoop dat je het leuk vindt trouwens. Ik vind het wel leuk. Hier moet weer een stukje uit. Zo een beetje. Misschien moet hier nog wat weg. Hoeft volgens mij niet. Oh, hij moet aan die kant. Nee, er hoeft niet veel uit. Laat dat er maar in zitten. Maakt ook niet uit. Deze moet gewoon hier. Die moet daar. Die weer weg. String ertussen en hij is alweer aangesloten. Ja. Hup. 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 Nou, zo moet dat dus niet. Ja, doen we het aan deze kant weer. Daar een blok. Daar een blok. Springen we hier wat omhoog. En zo. Hup. Redstone repeater, vol open. Die moet daar. Dan moet daar onder, één naar beneden. Een blok. Daar leg je deze neer. Dit haal je even weg. En die wil niet meer weg. Ik hoop niet dat die daar boven mij loopt, want dan zou die me kunnen pakken. Die skelet heb ik het over. Deze zet je op 3. En daarboven zet je 1. En hier tegenaan zet je ook 1. Shift in. En druk hem maar. Daar een repeater. Hier een stukje redstone. Klaar. Ja. Dan pak je weer je obsidian. Moet weer net boven die. Dus dat is tegen deze aan. Zo. En dat doe je ook aan deze kant. Daar één. Die haal je weer weg. En daar doe je nog één. Zo. Dan plaats je daar een blok. Die daar tegenaan komt. Dat is de truc. Die doe je zo. Slijmblok erop. En volgens mij is die dan wel klaar. Dit werkt denk ik wel. We gaan het testen. Ik laat me vallen. Als je dat zo doet, ga je dus uiteindelijk dood. Dat moet je voorkomen. Maar goed, dat is, dit is wel geinig. Oké, ik ga er even staan. Kijk of ik goed sta. Het lijkt er alsof het gat volledig open is. Oh, ik sta niet goed. Zo. Ik sta nog steeds niet goed.
Ja, daar gaan we. Nee, daar gaan we niet. Nou, hij was bijna goed. Als ik het dicht maak, werkt hij vast wel goed. Hè? Grrr. Heb ik hout bij me? Nee. Hierin? Nee. Heb ik een werkbank bij me? Nee. Wel één oventje. Nou, ik wil eigenlijk even geen obsidian hier gebruiken. Dus doen we een oven. Die zet ik hier tegenaan. Zo. En dan moet ik daar gewoon zo tegenaan gaan staan. Volgens mij was ik boven. Maar dat kon ik niet zo snel zien. Nog een poging. En dan word ik op die ladder geschoten. Maar die deed het volgens mij ook. Nou, dan heb je een lift gemaakt. Dat is toch mooi? Bouw hem even dicht. En dan gaan we kijken hoe ver we komen. Een momentje. Dat doen we even off-cam. Want dit is te veel werk en ik moet nog spul maken en zo. Dus ik kom zo bij je terug. Zo, nou we doen nog even een test. Ik heb her en der wat glas geplaatst. Dus nou moet je gewoon die kant op staan. Druk je op de knop, ga je omhoog. De V een beetje naar voren drukken. En dan land je gewoon keurig hier. Dit is 89. Bloknummertje 89. 88 zal dit al zijn. Ja, en we komen van. En dan moet je spatiebalk even P houden. En dan op C drukken, shift drukken. Anders val je misschien wel dood neer. En dit is dus 64. Nou, het was hierboven 88. Dus we gaan 24 blokken in een gigantische snelheid omhoog. Ik ben hier zeer tevreden over. Oh, daar zit meestal mijn zwaard. Nu niet. Even kijken, ik hoor hier steeds zo'n rattig skeletje rondlopen. Nou. Is niet hier. Nog een keer naar beneden. Dus ik zeg nog één keer, shift vasthouden. Als je op een slijmblok laat, anders blijf je stuiteren. En als je dan op shift drukt, nadat je gevallen bent, stuiter je niet verder. Oh, kijk, dan hou je hem wel bij, dan val je dus zo dood neer. Dat ging even niet goed. Nou. Dat is waarschijnlijk het probleem, want ik moet natuurlijk naar voren blijven lopen. En dan kom ik hier keurig uit. Dan kan ik zo mijn huis in. Cool of niet? Ho. Ik ben zeer tevreden. Zo, tot slot gaan we nog een stukje varen. Nou, dit herken je waarschijnlijk niet meer. Oh, ik neem even die bocht eraan. Dat doen we even anders. Hier ben ik begonnen met weghakken en toen heb ik weer aarde geplaatst en dirt en een soort grot van gemaakt. Ik vind hem nog niet helemaal super cool, maar hij is al wel best schijnig, zeg maar. Ik probeer een beetje langzaam doorheen te varen. Nou, dat kan ik dus niet. Dat is ook helemaal niet nodig. Je kunt er wel best goed doorheen varen hoor. Als je de snelheid maar houdt, zoals nu. Nou ja, dan is dit een beetje de rivier. En dan word je af en toe beschoten. Dat maakt het best leuk. Het is ook best geinig om te varen, want het is ontzettend moeilijk varen. En dit is dan niet de makkelijkste rivier om doorheen te gaan, maar zoals ik al zei, snelheid maakt een hoop goed. Oh, ik zit ergens achter vast, maar toch ook niet. Het volgende bootje. Oké, daar gaan we. Zo, hier de bocht weer om. Nou, dan kan je toch een beetje een mooi soort van natuur zien. Die kant op, hier langs, tussendoor, dan mis je net de waterval, die zat rechts van me, maar je hoort hem nog. Als je daar te ver langs gaat, dan klap je zo, hup, een gat in. Ja, hier was ik even te bang voor de squids. Kijk of ik hier tussendoor kan. Ja, dat gaat goed. En dan varen we hier zo langs. Hup. Nou, daar staat hier een werkbankje. Die staan hier her en der, want ik heb dat best vaak gedaan. Je moet elke keer een nieuw bootje maken. Maar goed, dit gaat nu best oké. Okay. Mooie berg. Is allemaal leuk dit. Dus ik vaar nog een stukje door. En we varen gewoon door. Hier moet ik nog iets meer met verlichting doen. En die boompjes die zouden wat leuker uit kunnen, uitgelicht kunnen worden. Knallen we hier tussendoor. Hup. Komen we
we hier langs. Deze bocht is echt moeilijk, maar die lukt wel, maar nu dus net niet. Dat is wel weer jammer. Nou, we hebben nog een paar bootjes. Ik hoop het eind te halen, ik denk het wel hoor. Doe maar, varen maar. Ja, daar gaan we. Huppakee. Even weer de bocht op. Maar er staan wat dieren her en der langs de kant. Ook geinig. Met die toren, dat weet ik nog niet wat dat is. Misschien moeten we daar iets aan gaan doen. Of dat de eigenaar hem af gaat breken. En anders laten we hem gewoon staan. Het is ook niet zo heel erg. Je kunt hier trouwens ook die kant op. Maar dat is niet echt de rivier. Dan kom je een beetje wat plassen en vijvertjes terecht. Is ook leuk, maar we gaan even de rivier volgen. Zo. Dan krijg ik jeuk, terwijl ik moet sturen. Nou ja, dat gaat toch wel weer oké. Dan komen we vanzelf bij het eind van de rivier. En geloof me, als je dit moet lopen, is het echt lang hoor. Ah, net te strak. Nou ja, daar zie je weer een werkbakje staan. Het gebeurt hier vaak. Oh, nu let ik even niet op. Kom maar hier, bootje. We moeten die kant op. Dit is een van de lastigste bochten. Maar ook daar kan je gewoon wel vol gas doorheen. Als je goed stuurt, maar ja. Ik zal niet zeggen hoe laat ik dit opneem. Ik ben een beetje moe. Maar morgen geen tijd en moet het afzien te krijgen. Nou, dit is het dan, het eind. Ik spring er nu zelf uit trouwens. En niet alleen het eind van de rivier. Ook het eind van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ja, doe maar. Als je de aflevering leuk hebt gevonden, laat dan alsjeblieft een like achter. Of nog beter, abonneer je op mijn kanaal. Daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Alvast bedankt. En tot de volgende keer. Later. Ach, doei doei. Ik heb lopen naar huis.